Jongens, welkom op het kanaal van Adobe Benelux. Zoals jullie kunnen zien zijn we vandaag beland op het kanaal van Adobe Benelux. En in deze video geef ik jullie de uitslag van de Adobe Santa Claus wedstrijd. We hebben namelijk afgelopen week allemaal hard gewerkt aan onze inzending voor hashtag Adobe Santa Claus. Voor de mensen die niet weten waar ik het over heb, dit is de video die online is gekomen waarin ik jullie uitlegde wat er moest gebeuren. Iedereen moest dus zijn eigen kerstman ontwerpen. Dat mocht in 2D, dat mocht in 3D. Je was helemaal vrij zolang het Adobe brand maar in je ontwerp was verwerkt. En we hebben echt nog nooit zoveel inzendingen gehad, want je moest ook je proces delen, of in ieder geval daar kreeg je extra punten voor. En het is werkelijk waar ongelooflijk. Op Twitter is het echt losgegaan. Ik vond het ook echt heel tof dat je zag waar mensen mee bezig waren. Zodat je bijvoorbeeld echt kon zien dat mensen aan het schetsen waren. En daarna pas overgingen in Illustrator of Photoshop of After Effects of andere programma's. Vorig jaar hebben we ook een kerstactie gedaan op dit kanaal van Adobe Benelux. En toen ging het om een kerstboom. Ik laat nog even de drie winnaars van vorig jaar zien. Die zagen er zo uit. Dat was ook super tof om dat allemaal te zien. Maar dit jaar, jongens, echt amazing. We gaan dus nu over naar de drie winnaars. De derde prijs gaat naar Dubbel Jos, oftewel Gaze. En dit is zijn eindplaatje. Het ziet er echt super creatief uit. En wat we hier leuk aan vonden, is dat je niet alleen maar een kerstman hebt gemaakt, maar ook gewoon een hele omgeving eromheen. Er zitten Adobe pakketjes verpakt in cadeautjes. Je hebt nog moeite gedaan om een huisje te maken. De schaduwen kloppen bijna allemaal. En dat geeft echt wel een kerstgevoel. Dus Dubbel Jos, super gefeliciteerd. Jij krijgt de derde prijs. En dat betekent een half uur lang met ons op Skype, waarin je allemaal vragen mag stellen over je bedrijf, over ontwerpen of wat je dan ook wilt. We nemen contact met je op en dat komt helemaal in orde. En Jos had nog een inzending gedaan. Daar moesten we allemaal wel heel erg hard om lachen. Dat was deze. Hier staat de kerstman zonder broek, want zijn broeken die moeten drogen aan een waslijntje. Die vonden wij wel heel grappig. Even leuk om te laten zien. Jos, heel nice gedaan. Oké, en dan gaan we nu over naar de tweede prijs. En die is gewonnen door niemand minder dan Olger van de Vliet. Moet je nou eens kijken. Dit is echt zo'n cartoonstijl die je echt zou kunnen zien in advertisement of in een stripboek. Het is echt goed uitgewerkt. Er is goed gelet op de details. Het spreekt gewoon heel erg. En je ziet gewoon dat je best wel wat moeite hebt gedaan om het er uiteindelijk zo levendig uit te laten zien. Dus Olger, jij mag een dagje meelopen met ons hier op kantoor. En de allereerste prijs, tromgeroffel, gaat naar Sam Bakes. Sam Bakes, deze man is echt ongelooflijk. Hij heeft een hele animatie gemaakt, dus hij is niet gestopt bij een plaatje. Hij heeft gewoon een hele animatie gemaakt van een dak. En daar komt dus een wolkje uit de schoorsteen. Daarin staat het Adobe logo. Dan ga je door het dak heen, dus je zakt door het huis. En dan zie je de kerstman zitten voor de open haard. Ongelooflijk. Ik word hier echt blij van. Hij had ook een screenshot gestuurd van zijn Twitter. Waarin hij al zijn layers liet zien van zijn After Effects. Dus hij heeft er ook naast zijn ontwerp nog heel veel tijd in gestoken om dit te animeren. Sam, super gefeliciteerd. Jij wint 1 jaar lang het hele Adobe pakket. Adobe zal met jou contact opnemen en dan komt het ook helemaal in orde. Ik vond deze wedstrijd zelf echt super tof en ik hoop dat jullie dat ook vonden. Met deze prijzen kun je natuurlijk super mooi 2017 in. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Laat nog eventjes weten wat voor wedstrijd je de volgende keer wil zien hieronder in de reacties, want we lezen ze allemaal. En dan bedank ik iedereen heel erg voor het kijken. Jongens, een heel prettig 2017.